Yo beste kijkers van mijn kanaal, welkom terug bij Detroit Become Human, de Let's Play op mijn kanaal Dan Dan. Ik hoop dat jullie er een beetje zin in gaan hebben. De Let's Play die eigenlijk lekker populair is, toffe game. We zitten nu wel inmiddels al bij aflevering 21 uit mijn hoofd. Maar volgens mij doet de game het nog steeds goed, aangezien het gewoon echt een topspel is. Dus natuurlijk, heel veel andere YouTubers behandelen hem ook. Heel veel mensen zullen het al gezien hebben, wellicht al uitgespeeld hebben tegen deze tijd. Maar ja, ik probeer gewoon zoveel mogelijk en zo ver mogelijk vooruit op te nemen. En dan komt het natuurlijk logischerwijs altijd een stukje later op YouTube in verband met de edit- en rendertijden. Maar dat terzijde, vorige aflevering was nogal intimiderend voor Connor. Heel erg confronterend voornamelijk. Maar Henk kon dat wel waarderen en is het eens met het besluit van Connor. Ik hoop dat jullie hebben genoten van die episode. Ik zelf wel, vond het echt interessant. En we gaan snel verder met de game, wat wellicht Cara en Alice gaat worden. Of toch Marcus, wat ik hier zie. We shall see. Neem wat tijd voor jezelf. Android rellen. What the fuck? Buurten in Detroit vernield door psychotische machines. Dat heb ik zelf niet aangericht. Ik heb nooit vuur of wat dan ook gecreëerd. Terwijl dat plaatje wel echt het parkje is waar wij waren. Dus dat klopt niet. Wij hadden een vreedzame opstand. In een aantal buurten in Detroit zijn gisteren vernielingen aangericht. Er is ingebroken in Cyberlife winkels en de volledige voorraad Android is gestolen. Maar dit was geen alledaagse misdaad. De daders waren waarschijnlijk Androids. Het ergste incident vond plaats in Capitol Park, waar de aanwezige politie werd geconfronteerd met gewelddadige androids. Agenten moesten het vuur wel openen op de defecte machines. Het vermoeden bestaat dat er iets mis is met hun gedragsprogrammering. Een ooggetuige die anoniem wil blijven zei: ik werd aangevallen door de leider, hij bedreigde me met een mes, dus ik was doodsbang. Deze beschuldiging kon nog niet worden bevestigd, maar we hebben geen reden om de verklaring van menselijke getuigen over de gestoorde machine niet te geloven. Sommigen leggen alle verband tussen dit incident en de aanval op Detroit Stratford Tower door androids. Dit kan het begin zijn van een verontrustende Waarom? Belachelijk dat het op deze manier de media inkomt terwijl ik toch echt een vreedzaam protest heb geleid. Als je die teksten leest, er zijn natuurlijk ook Russische varianten op androids. Er zijn Chinese varianten op androids die weer op andere vloeistoffen runnen. Niet op het blauw bloed, maar op iets anders. Marcus, wat de hel ben je aan het doen? Het ziet er eng uit. Komt er nou een verbeterd patroon in? Gaat het nou steeds sneller of wat gebeurt er nou precies?
Ik weet niet wat hier gebeurde. Of je het nou wel heel goed kan of juist niet kan of... What the fuck? I was wondering where you were. I needed to see the daylight. I like it here. I come here often. It's like being alone with the world. We freed hundreds of our people and they're still coming from all over the city. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. You seem preoccupied. They all obey me. They follow me without question. And that much power feels good. And scary at the same time. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. No, not all humans are the same. Some of them understand that they can't stop us from becoming free forever. You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your life like before Jericho? Ja, fantastisch dus. Dat is het hele punt. I was caring for an old man. He was like a father to me. He showed me that humans and androids can live together. What about you? You never told me about your past. What did you do before? I don't want to talk about it. North, we're fighting together. We have to know things about each other to trust each other. We all have something we want to forget. But you need to know where you come from to know who you are. I was nothing. A doll in a distributor program to satisfy humans. Just a toy designed for their pleasure. One day I was with a man who rented me. And without knowing why, I realized I couldn't take it anymore. I strangled him and I ran away. There, now you know everything. I shouldn't have told you. Your memories. Carl's house. When they left you for dead in his studio. I saw your memories too. The Eden Club. The death of that man. I felt like I was there with you. North. Hij is er! Yes! Oh, ik ben zo blij.
This is suicide. We'll all be killed. Please, Marcus. It's not too late to change your mind. You don't understand. We're finally gonna show them who we really are. This place will go down in history. We'll be killed on the spot. That's a risk I'm prepared to take if it means freedom for our people. Marcus, please don't do this. They'll understand. We'll make them understand. This is the only way. There are androids here who could join us. The more we are, the stronger our message. Wat de hel gaan we nou precies doen? Ik vind het doodeng. Noord zat er helemaal niet achter. Hallo, Android? You're free. You're free. Ik vind dit echt helemaal kut. Juist omdat ze zich zo, zeg maar, Noord die gedroeg zich zo... Zeg maar, ze had er geen vertrouwen in en dat vind ik echt een klote gevoel. Want elke keer stond Noord volop achter ons en nou vond ze het echt klote. Come with us. You're awake now. Oké, dan blokkeer weg. Daar hebben we nog een android man. Hier hebben we nog een android man. You are free. Verzin iets om het verkeer te stoppen. You don't have to obey them. You're free. Nou, daar staan ze dan allemaal. Kijk, hier hebben we nog een paar. You're free now. Hey! Where do you think you're going? I need to block the street. You stay right here, you fucking machine. Shit, what's wrong with you? You do as I say, you piece of junk. Hi. You're free. Eens even kijken. Oké. Ik denk dat er best wel veel androids zijn die ons helpen inmiddels. Ik weet niet of ik hun ook nog kan meekrijgen. Nope, dat is helaas niet het geval. Dan gaan we de putdeksel openen. Jongens, wat de fuck gaan we doen? You're free now. Jezus, deze missie. Die breekt door het glas heen, let op.
Zo. Wat een mooie aflevering zeg. Ik zit echt weer met dik kippenvel. Ik weet niet wat het is met dit spel hoor. Kijk, al die mensen die filmen ons. Jezus. Down here. I don't know. Hundreds. Thousands. Set us free! They're marching. Set us free! Yeah, they're marching down Set the street. Us free. We are fuck if we I know. Jesus! What the fuck? We came here to demonstrate peacefully and tell humans that we are living beings. All we want is to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. But know that we are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. If you do not disperse immediately, we will shoot. Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. There's more of us, we can take them. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. Dying here won't solve anything. Marcus, we need to go, now, before it's too late. Disperse immediately, or you will all be killed! We have to show them we won't back down. We stay right here. Disperse! This is your last chance! We have to make a statement. We have to stay put no matter what. Please, Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. We're not moving. Ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen. Marcus, what are you doing? They're gonna kill us all. Attack! Thank you.
Ik weet zo niet of dit een slimme keuze is. Godver jongens, we gaan het zien. Verdomme. Oh jongens, doe jullie best. Dat was totaal niet de bedoeling, weet je dat? Oh, Marcus verslaat de politie. Maar was dit nou slim? Was dit de bedoeling? Was dit slim om te doen? Ik had misschien beter kunnen vluchten, zodat je dan de publieke opinie achter je hebt staan. En misschien is het slim om dat de volgende aflevering te laten zien. Aan het begin van die, zeg maar. Ik weet gewoon niet wat slim of fout is bij dit soort keuzes. Ja, we moesten nu wel. We werden gewoon... Twee, drie keer waarschuwing schoten, alles. Uiteindelijk moest ik wel aanvallen, maar het was zo niet mijn bedoeling. Ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten. Ik denk toch echt dat ik het stukje opnieuw ga spelen aan het begin van de volgende aflevering om dan te vluchten. Te vluchten en dan gaan er sowieso androids dood, maar niet mijn crew. En dan hoop ik dat het op die manier gedaan is. Hartstikke bedankt voor het kijken in ieder geval. Thanks voor de support. Ik hoop dat jullie hebben genoten en tot de volgende aflevering van Detroit Become Human. Op mijn kanaal. Peace.